super fijn dat jullie er zijn. En ik zie zelfs ook familie in de zaal, Peter. Ja, mijn vader en moeder zitten er. Heel fijn dat jullie erbij kunnen zijn vandaag. En oom Gijs uiteraard. Heel fijn dat u er ook bij bent vandaag. Ik vergeet nou nog iemand, want wij hebben een 24 uur calamiteitenservice. En die dames, die zien hun man s'nachts wel zijn bed uitkruipen. En God weet wanneer ze weer terugkomen. Dus dames, ook voor jullie heel hartelijk bedankt voor het geduld dat jullie daarmee hebben. En super top dat jullie iedereen willen helpen met de 24 uur dienst. En wij beloven jullie dat dit de enige dag is van het hele jaar dat we de 24 uur service niet zullen gebruiken. En dat jullie het feest helemaal mee mogen maken. Maar waar zouden wij staan zonder het vertrouwen dat we hebben gekregen van Gert-Jan Verdingen? Ook Gert-Jan, een heel speciaal welkom. De meeste mensen hier in de zaal zullen Gert-Jan kennen. En Gert-Jan had hier eigenlijk heel graag gestaan om het woord te nemen. Maar Gert-Jan heeft ons geleerd om altijd al dingen anders te doen dan anders. Dus dat doen we vandaag niet. En daardoor hebben wij Gert-Jan wel de gelegenheid gegeven. We zijn 3 weken geleden met een camera naar Gert-Jan toe gegaan. We hebben Gert-Jan gedaan. Gert-Jan, wat zou je ons willen zeggen? Dames en heren, kijk u rustig mee. Gert-Jan van Inkt. Wij staan hier in Linden bij het nieuwe cultuurhuis dat door de Vrije Sliepen gebouwd is. Daarvoor stond hier het gemeentehuis van de oude gemeente Linden. En in 1991 hebben wij dat gebouwd. En toen was ik nog aan het bewind. En het is wel bijzonder, want ik heb toen de eerste paal meegemaakt, de opening meegemaakt. En ik heb als wethouder de sloop meegemaakt van datzelfde gebouw. De eerste paal van dit nieuwe gebouw, wat door mijn opvolgers gebouwd is. En ik ben ook bij de opening geweest. Ik heb in de 30 jaar dat ik leiding gaf aan de Vrije Sliepen, heel veel gedaan aan het opbouwen van relaties. En ik ben blij dat er vandaag ook heel veel in deze zaal zitten. Dat kon omdat het personeel als een soort ambassadeurs voor ons gewerkt en voor mij gewerkt heeft. En daardoor hoefde ik zelf daar niet zoveel aan te doen. Was wel alert op. En dat heeft er ook toe geleid dat wij in 2001 landelijke prijs hebben gewonnen bij de NVOB, tegenwoordig Bouwend Nederland. In 2006 heb ik het bedrijf overgedragen aan Peter en Ted. En de basis die gelegd is in het bedrijf, zoals ik dat gevoerd heb, hebben zij voortgezet. Wat zij heel goed doen, is dat zij nadenken over het plan wat voor ligt en proberen om het zodanig in elkaar te sleutelen dat het technisch heel goed gebouwd kan worden, waardoor de opdrachtgevers daar heel veel profijt van hebben. Zij doen dat nog verder, ze hebben het binnen verder uitgewerkt en dat geeft heel veel voordelen voor opdrachtgevers, omdat de fouten in het ontwerp al eruit gehaald worden en niet meer op de bouwplaats zichtbaar worden. Ik feliciteer alle medewerkers van de Vrije Sliepen met het behalen van deze mijlpaal. Gert-Jan, dankjewel voor jouw mooie woorden. En ook dankjewel naar jouw klanten die toen jij directeur was klant waren, maar nu nog steeds klant zijn. Hartelijk dank daarvoor. Na 2006 was het natuurlijk voor ons een hele spannende periode na de overname. Want wat zou er allemaal gebeuren? Maar gelukkig zijn al onze klanten ons trouw gebleven. En daar wil ik jullie natuurlijk heel hartelijk voor bedanken. Maar niet alleen de klanten, Ted. Dat geldt uiteraard ook voor onze medewerkers. En nu wil het geval dat wij 3 medewerkers hebben die bij elkaar opgeteld ook 125 jaar in dienst zijn. Dat is natuurlijk een hele bijzonderheid, dus ik neem u even mee naar deze 3 medewerkers. Zo zagen ze er vroeger uit. Dit is Huib Quint, 40 jaar in dienst, ruim 40 jaar. Dit is Peter van der Linden, in zijn jongere jaren. Deze hield toen al van een kipje. En uiteraard Rien de Waal, dames en heren, maakt het trio compleet. Bij elkaar 125 jaar in dienst. Ik zou heel graag een applaus willen voor deze 3 vakmensen.
En ik refereerde net al even aan Gert-Jan aan de klanten die ons trouw zijn gebleven. Dat is niet alleen nu zo, maar het was vroeger ook al in de tijd van meneer De Vree of in de tijd van meneer Sliepen. We hebben verschillende klanten in de zaal die al zo lang klant bij ons zijn. Eentje wil ik daar uitlichten, meneer Van Blijdenstein. Meneer Van Blijdenstein, u zit in de zaal. En uw voorvaderen waren al klant bij meneer De Vree of bij meneer Sliepen. En we hebben 4 jaar geleden, denk ik, uw nieuwbouw mogen bouwen. Waar we uiteraard heel erg trots op zijn met z'n allen. Uw bedrijf bestaat 180 jaar en is misschien wel een voorbeeld voor ons. En we hebben ook hier een filmpje in het mooie modepaleis van Blijdenstein opgenomen. Ik vraag me aandacht voor Franklin van Blijdenstein. Zo. Ik ben Franklin van Blijdenstein. Ik sta hier helemaal trots te zijn in het prachtige stijlmodehuis in Tiel, wat de firma De Vreestype gebouwd heeft. We zijn denk ik voor dit gebouw in 2008 begonnen met ideeën. We hebben het even stilgelegd vanwege de bankencrisis. Maar ja, je moet dus eigenlijk een tender uitschrijven. Maar ja, ik wilde gewoon De Vreestype als partner hebben. Een jonge directie, goede medewerkers. En we hebben dat een klein beetje gestuurd. Mag je niet zeggen natuurlijk, maar we hebben het een klein beetje gestuurd. En daar zijn we heel tevreden over. De reden was de jonge directie. Ik hou van jonge mensen. Ik hou van innovatief denken. En ik hou van afspraken die je nakomt, die je maakt, die je nakomt. En ik, ja, De Vreestype had ook de goede grootte van het bedrijf om deze bouw aan te nemen. Toen we eenmaal De Vreestype gekozen hadden, toen ging het proces zo. Hoe kan het beter, hoe kan het anders? En toen kwam Ted, zeg maar, met het idee een bubbeldekvloer in dit pand toe te passen. En daar had ik nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Maar het scheelde zoveel pilaren en zoveel ruimte. Ook het gebouw werd 40% lichter. En ik was gelijk heel enthousiast over deze zeer vernieuwende innovatie. 3D was de redding van deze zaak, kan ik wel zeggen. Daar heb ik aan Bas van Dijk te danken. Die heeft dus een film gemaakt, of computeranimatie, waarbij je door het pand kon lopen, 3D. En de architecten die hadden bedacht om open plafonds te maken in onze zaken. Dat heeft hij laten zien en toen waren we zo geschrokken. Toen hebben we het hele ontwerp anders gemaakt. En nu hebben we een van de mooiste plafonds van heel Nederland. Maar dat hebben we dus aan de firma De Vreestype te danken dat ze zo modern waren met 3D-animatie, dat wij konden zien hoe die bouw eruit zou zien. Ja, beste Peter en Ted, jullie zijn pas 125 jaar oud en wij bestaan al 180 jaar oud. Maar ja, ik ben ondernemer, het is gisteren is geweest, het gaat om de toekomst. En die toekomst, hoe gaan jullie die aanpakken, zodat jullie samen gaan werken met onze kinderen, Bram, Max en Anne? Dat is de vraag. Nou Franklin, daar wil ik graag antwoord op geven. We hebben altijd geïnnoveerd, we innoveren nog steeds. En ik beloof je dat we het in de toekomst zeker blijven doen, want vernieuwing is en blijft de toekomst. Daarnaast willen we heel graag wat terug doen voor de maatschappij waarin we mogen werken. Dus ons MVO-beleid zal zeker gehandhaafd blijven. En wij denken dat we daarmee samen met onze leveranciers en ketenpartners in deze regio ook kunnen bijdragen aan de toekomstige werkgelegenheid. Daarnaast, Franklin, ga ik er natuurlijk vanuit dat ook jouw kinderen gewoon mooie kleding blijven verkopen, zodat we elkaar vaak in jouw winkel zullen treffen. Ja, misschien dat ik eraan toe kan voegen. Wij zijn natuurlijk veel weg. En als ons dat niet lukt, dan denk ik dat onze partners dat wel lukt. Daar gaan we vanuit. Maar het is eigenlijk ook geweldig om in je eigen leefomgeving hele mooie gebouwen neer te zetten. Want wat is nou mooier, ik ben zelf Tielenaar, we komen allemaal uit de buurt. Wat is er mooier om door je eigen stad heen te lopen en dat te zien of te leven wat je zelf mooi gebouwd hebt. Neem het convent hier op het plein, het prachtige appartementengebouw. Neem Vonk, transportbedrijf, mega mooi gebouw geworden, Bielmanadvocaten. Maar neem bijvoorbeeld ook Dag Niethof. We staan hier nu, u heeft het allemaal zelf kunnen zien. Wij zijn er natuurlijk super trots op dat we het met onze medewerkers hebben mogen bouwen. Maar
dit, hier doen we het eigenlijk voor, zeg maar. Dit is gewoon heel fijn. Je moet zich voorstellen, op 6 mei zijn we begonnen met de verbouw van dit schitterende theater. We zouden 5,5 maand erover doen. Het is 5,5 maand en een halve dag geworden. Toen wij hier vanochtend aankwamen, reden de laatste busjes hier van het parkeerterrein af. Maar het is gelukt en we zijn er heel trots op. En 3 weken geleden was ik hier samen met Ruud Verzuijlen, directeur, en we hebben een film opgenomen hoe het er toen bij staat, zodat u kunt vergelijken met hoe het vandaag de dag is. Dames en heren, luistert u naar Ruud Verzuijlen. Dames en heren, welkom in de nieuwe Agnietenhof. U zit nu in de grote zaal. Ik sta daar nu 3 weken eerder. En de grote zaal in wording. De stoelen moeten nog geplaatst worden, maar het wordt fantastisch mooi. Waarom hebben wij gekozen om te werken met de aannemer De Vree in Schiepen? We hebben vanaf het begin gekozen, het beleid was zoveel mogelijk met lokale of regionale partijen. De Vree in Schiepen staat natuurlijk al heel lang bekend als een gedegen en gerenommeerd aannemersbedrijf die kwaliteit leveren. We zijn vanaf het begin een bouwteam aan de slag gegaan met architect, met aannemer, met installateurs. En dat is een buitengewoon goede keuze geweest. Dat heeft, u moet zich voorstellen, we hebben in een half jaar tijd moest er waanzinnig veel gebeuren. Dus er lag een hele strakke tijdsplanning. En niet te vergeten, er lag een heel duidelijk, strak en beperkt budget. Dat waren de randvoorwaarden, binnen tijd en binnen budget. En ik ben buitengewoon trots op dat het met De Vree in Schiepen, met architect, met installateurs gelukt is om daarbinnen een fantastisch resultaat neer te zetten. En dat had zonder de zeer proactieve houding, medewerking en werkhouding van De Vree in Schiepen met al zijn medewerkers, was dat niet gelukt. Deze zaal had vroeger de bakstenen wanden. Dat vonden we echt niet mooi meer. De architect is met dit prachtige idee gekomen om daar hele mooie houten latjes een nieuwe wand voor te zetten. Het bijzondere is, deze zijn in de werkplaats van De Vree in Schiepen zijn die gemaakt door medewerkers van Landig, dus mensen met een arbeidsbeperking. Ik vind dat een mooi voorbeeld van een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt en wat onderneemt vanuit de filosofie van betrokkenheid met de lokale samenleving, betrokkenheid met wat er gebeurt en betrokkenheid met mensen een kans geven. Ik ben hier nu 7 jaar directeur van de Agnietenhof en al die jaren heb ik De Vree in Schiepen ook ervaren als een betrokken bedrijf, lokaal betrokken bij de Agnietenhof. Zo zijn ze vanaf het begin gewaardeerd lid van onze businessclub, de Rode Loper, de culturele businessclub de Rode Loper. Zijn er ook actief in, Ted zit in het bestuur. Ze hebben ook een eigen theaterclub, dus ook veel medewerkers van Agnietenhof bezoeken regelmatig de Agnietenhof. Wat ik ook wel bijzonder vind, en dat krijgt op deze dag ook aandacht, is dat De Vree in Schiepen als bedrijf elk jaar een maatschappelijk project adopteert. Dit jaar is dat de renovatie van een aantal kamers in het hospies. Fantastisch dat ze dat doen. Een aantal jaar geleden, toen wij een filmtheater begonnen in Agnietenhof, hebben zij het project van de realisatie van de filmcabine volledig voor hun rekening genomen en geadopteerd. Nou, daar proeft Tiel en al onze enthousiaste filmbezoekers nog steeds elke week heeft daar de vreugde van. Dus dat was voor ons een extra reden om te zeggen, met die partij willen we graag gaan werken. Dames en heren, het is nu 24 oktober. U bent aanwezig bij het grote jubileumfeest van De Vree in Schiepen. Wij maakten deze opname 3 weken geleden. U ziet nu de grote zaal achter mij. Daar moest nog veel gebeuren en in de rest van het gebouw ook nog heel erg veel. Maar het is gelukt. Het is De Vree in Schiepen opnieuw gelukt om een prachtig project af te leveren op tijd. Ik feliciteer directie en alle medewerkers van De Vree in Schiepen met hun jubileum 125 jaar. Het is niet niks. En ik wens het hele bedrijf nog een prachtige toekomst op naar de volgende 125 jaar. Ja, Ruud, je refereerde er al aan in de film. We hebben fantastisch met elkaar gewerkt in bouwteamverband. Dat waren niet alleen De Vree in Schiepen en Agnietenhof, maar dat was natuurlijk ook onze ketenpartner Oostendorp. Laten we onze architect Roet en Bras niet vergeten. Ruud, we hebben het gisteren officieel opgeleverd. De sleutel hebben we nog gehouden, omdat wij natuurlijk vandaag dit feest moesten vieren. Maar ik wil toch even officieel de sleutel overhandigen. Ik weet niet waar je ergens zit in de zaal. Mag ik wat zaal hebben? Ruud,
Ruud had mij al verklapt, we gaan jullie verrassen. Dag Ruud. Kijk, nou gaat hij staan. Hebben wij een muziekje, zodat we de sleutel naar Ruud kunnen brengen. En dames en heren, ik zou graag een applaus willen hebben voor dit fantastische gebouw. Met je mooie theater, Rut, de komende tientallen jaren. Nogmaals, hartelijk bedankt. Ook Roel ten Gras, architect die naast je zit. Hartstikke bedankt voor het mooie ontwerp. Top. Dankjewel. En dames en heren, we zijn vandaag een beetje jarig. En wie jarig is, trakteert. Enkele weken geleden dachten wij, wat voor goed doel zullen we uitkiezen om vandaag een jubileum op te luisteren. Dus Peter en ik hebben daar lang over nagedacht en uiteindelijk kwamen wij tot een goed doel. Eigenlijk hebben we gekozen, met liefde gekozen, voor de hospice in Tiel. Wij vinden dat heel belangrijk om daar een goed doel te doneren, dat doen we elk jaar. En we hebben de hospice in Tiel gekozen omdat de mensen daar eigenlijk hun laatste levensfase ingaan. Ik heb het zelf ook ervaren door een heel professioneel team. Niet alleen zeg maar de patiënt begeleidt, maar ook de familie eromheen. Dus wij vonden het heel erg fijn om daar zeg maar jullie donatie aan te schenken. En wij hadden het idee dat wij daar zeg maar een warme huiskamer uitstraling aan wilden geven. Het is een beetje verouderd, dat zal het zo wel even laten zien op de foto's. Zodat daar mensen menswaardig en op een hele fijne manier toch afscheid kunnen nemen van hun familie. Ik neem jullie mee naar de foto's zoals wij het enkele weken geleden aantroffen. En u ziet al, het is een beetje gedateerde stijl, gedateerde meubels. En wij denken dat als we dit zouden opknappen, dat we daar een veel menswaardigere omgeving zouden aan kunnen geven om het laatste dagen van je leven door te maken. Er zijn 7 hospicekamers. Ik heb vanochtend nog even gekeken op het speciale bankrekeningnummer. Ik kan al toezeggen dat we er in ieder geval 5 gaan renoveren. Mochten er nog mensen zijn in de zaal die nog niet gegeven hebben of het even vergeten zijn, de lijnen zijn nog open, dus ik ga ervan uit dat we ze alle 7 zullen realiseren. En we willen ze graag aanbieden aan Frits Vres en Jeroen Joosten van het Hospice Tiel. Kun jij een symbolisch cadeau even ophalen? Symbolisch? Wij zijn meer van het praktische Peter. Eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ja. Gefeliciteerd. We hebben nieuwe behang, nieuwe vloerbedekking, nieuwe gordijnen. En uiteraard zullen onze eigen medewerkers graag helpen om het te realiseren. Mogen we jou de gelegenheid geven om nog een klein woordje te zeggen? Ja, een heel klein woordje. Hospice in Tiel, dat is natuurlijk een bijzondere plek. En we worden altijd al ontzettend verwend door de vrienden van ziekenhuis Rivierenland, de buren op het zorgeiland. En die hebben nog heel recent alle algemene ruimte opgeleukt en opgeknapt. Dus het is fantastisch als we nu dit kunnen afronden en de hospicekamers ook helemaal in een mooie stijl kunnen opknappen. Ik wil je feliciteren met het jubileum. Het is heel bijzonder. Dit doel is heel, heel, heel goed dat jullie dit kiezen. Heel veel dank daarvoor. Nou, heel graag gedaan. En we weten zeker dat we het een beetje hands-on mentaliteit houden we van. Eigenlijk is het zo dat wij al heel lang lid zijn van de brancheorganisatie Bouwend Nederland. Een organisatie die onze belangen in het land vertegenwoordigt. En daar hebben wij zeg maar, met duizenden leden kunnen we daar een vuist mee maken. Bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is het lage 6% btw-tarief waar heel veel mensen al van
geprofiteerd hebben om de werkgelegenheid in de bouw wat aan te zwengelen. De kopman van Bouw het Nederland had hij graag willen spreken vandaag. Maar ja, je kent hem natuurlijk allemaal, Maxime Verhagen. Ja, we kunnen natuurlijk niet iedereen toelaten in ons mooie theater. Maar we hebben toch even de gelegenheid gegeven om vandaag tot ons te spreken. Dus dames en heren, ik neem u mee met de film van Maxime Verhagen. Een goed bouwbedrijf staat midden in de maatschappij. We bouwen, onderhouden Nederland, heel concreet en ook dichtbij. Maar we zijn direct verbonden met onze omgeving. Logisch, maar we hebben grotendeels die omgeving zelf fysiek vormgegeven. De 125 jaar geschiedenis van de Vree en Sliepen bewijzen dat in Tiel en omgeving. En wel op een heel veelzijdige manier. Van jamfabriek tot zorgwoningen, van schouwburg tot zwembad en ziekenhuis. En dat zijn maar een paar voorbeelden. De bouw heeft een lange weg afgelegd in al die jaren. We metselen natuurlijk nog steeds, maar daaromheen wordt er gebimd. We bouwen flexibel, multifunctioneel. We hebben een scherp oog voor de energieprestatie van het gebouw. Tenminste, dat doen de koplopers. En de Vree en Sliepen is zo'n koploper. Vanuit die rijke historie gericht op de toekomst. En dat betekent innovatief kwaliteit leveren aan de klant. Die eigenschap zit in het hart van een succesvol bouwbedrijf. En die eigenschap is juist essentieel in deze tijd. De komende jaren zullen nog steeds uitdagend zijn voor de bouw. Er zijn veel mooie prognoses, maar die zijn nog geen werkelijkheid. Dus we hebben als sector nog een weg omhoog te gaan. En als branchevereniging lukt dat alleen met de inzet van actieve leden. En daarom ben ik blij dat er vanuit de Vree en Sliepen altijd inzet was en is. Via bestuur, via bouwgarant en ook inzet voor het vakmanschap van de toekomst. En dat getuigt van visie, want vakmanschap dat is nooit af. Net als Nederland nooit af is. Ik feliciteer de Vree en Sliepen van harte met het indrukwekkende jubileum. Zeker in de crisistijd is dat een prestatie van formaat. Ga zo door, in grote verbondenheid met je vakmensen, met je omgeving en met Bouw in Nederland, je vereniging. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Maxime Verhagen natuurlijk een heel belangrijk persoon die onze belangen buitengewoon goed vertegenwoordigt in Den Haag. Maar ja, wij zitten hier in de regio, eigenlijk in Tiel. En wie is nou de belangrijkste man in Tiel eigenlijk? Nou, dat is niet zo moeilijk, Peter, want dat is natuurlijk onze eigen burgemeester, Hans Beenhak. En Hans heeft ons gevraagd, als jullie 125 jaar bestaan, dan wil ik graag een woordje spreken. Hans, ik wil jou de gelegenheid geven om het podium te betreden. Dus dames en heren, applaus voor Hans Beenhak. Met tasje. Van harte proficiat om te beginnen. Ik heb ook van die mooie kaartjes bij me trouwens, maar ik probeer het uit mijn hoofd te doen. Ik vind het wel enorm mooi dat jullie als bedrijf 125 jaar bestaan. Dat is wel heel uniek. Dat komt niet zo heel vaak meer voor dat bedrijven zo lang meegaan en deze kwaliteit ook nog leveren. En midden in de samenleving staan, ik zal er zo nog iets over zeggen. We staan ook op een unieke plek overigens. Ik ben er enorm trots op dat deze schouwburg zo mooi geworden is. Ik ben toen tijdens de bouw hier regelmatig geweest. Ik heb met jullie ook regelmatig rondgelopen. En ja, het is echt een visitekaartje van onze stad. We mogen echt als Tiel enorm trots zijn dat we dit in onze stad hebben. Maar het is ook een visitekaartje van jullie bedrijf. Jullie zeiden dat ook wel eens tegen mij, van ja, we hebben ook heel veel projecten, die zijn dan af. Ja, dan kom je er eigenlijk niet meer. Ja, jullie mogen misschien nog wel eens komen. Als je jezelf uitnodigt. Maar heel veel kantoren of woningen ja, zijn natuurlijk niet publiek toegankelijk. En dat is het mooie van die schouwburg. Het is ook voor jullie denk ik een heel belangrijk visitekaartje wat jullie hier hebben neergezet. En ja, 3 november is eigenlijk pas de opening. Dus dit is die primeur. Dat is ook voor het eerst dat ik zelf hier op het nieuwe podium sta. Dus dat voelt ook wel heel apart. De verf is nog nat, denk ik. Dus ik zou uitkijken met alle mooie pakken. Dus misschien van meneer Blijstein wel gunstig. Als wat verder geworst wordt. Maar voor de anderen misschien wat minder. Maar trots. Echt heel, jullie hebben echt een fantastisch mooi project neergezet. Maar er zijn heel veel mooie projecten in Tiel en omgeving. Maar ik praat een beetje, ben een beetje chauvinistisch natuurlijk als burgemeester van Tiel.
Jullie hebben ook heel veel mooie dingen neergezet. En eigenlijk is het wel mooi dat de ontwikkeling van jullie bedrijf parallel loopt met de ontwikkeling eigenlijk de geschiedenis van Tiel. Als je kijkt in de loop van de tijd wat er allemaal in Tiel neergezet is aan mooie gebouwen, dan hebben jullie daar hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal noemen, maar er zijn net al een aantal genoemd. Convent bijvoorbeeld hier op de hoek. De Brede Zorgschool, heel recent. De Herberg hier. Het Hof van Walburg, ook een heel mooi project midden in de stad. Heel veel projecten, ook bedrijven natuurlijk, zoals Bierman, onze eigen gemeentewerf. Kenmerkend is, vind ik, voor de manier waarop jullie bouwen, is dat jullie ook... En heel veel algemeen natuurlijk voor kwaliteit. Nou worden jullie ook heel vaak uitgekozen om een project te realiseren. Maar ook met heel veel oog voor de historische context. En met name als het gaat over renovatie, restauratie. Dan hebben jullie zeg maar met behoud van ja, toch wat de originele details. Dat klinkt in makelaarsland vaak niet goed, maar het is wel belangrijk. En ja, met oog voor de historie die aan het gebouw zit. Gaan jullie renoveren en aan de slag. Dat is heel belangrijk. En dat, ja, jullie hebben en vernieuwing, maar ook behoud van het goede. Wat ik heel erg belangrijk vind, is de kwaliteit die jullie leveren. Dat is ook denk ik een steeds belangrijker productiefactor in onze samenleving. Als je kijkt naar de mondiale economische ontwikkeling. Maar mondiaal is ook regionaal en lokaal. Dan hebben we het niet alleen maar over de situatie waarin we nu zitten met toch een economische crisis, maar ook op langere termijn. Zal kwaliteit een steeds meer onderscheidende productiefactor worden. We moeten het niet van prijs hebben. Het is natuurlijk best leuk meegenomen als jullie niet te duur bouwen ook trouwens. Maar dat punt van kwaliteit, dat is wel heel erg onderscheidend. En dat zal in de toekomst toe, daar ben ik echt van overtuigd, steeds belangrijker worden. Je ziet het bij winkeliers. Je ziet het bij ondernemers, je ziet het in het onderwijs, je ziet het in de gezondheidszorg. De kwaliteit wordt steeds meer gewaardeerd en daar hebben mensen dan ook wel iets voor over. Wat ik heel mooi vind aan jullie bedrijf is ook dat jullie heel erg verbonden zijn met de samenleving. Net werd natuurlijk het hospice genoemd, maar jullie doen eigenlijk ook heel veel. Eigenlijk zijn jullie al maatschappelijk verantwoord ondernemer voordat die term bestond. Jullie hebben altijd heel erg verbonden gevoeld met de stad en de omgeving. En daardoor doen jullie veel aan sponsoring. Maar ook ondersteunen van initiatieven of mensen even met een zetje op weg helpen. En dat vind ik ook enorm mooi. Dat jullie als bedrijf midden in onze Tielse samenleving staan. Ja, dat geeft de burger moed en de klant vertrouwen. Vertrouwen leidt tot bouwen. Dan hebben jullie al een missie volgens mij. Ja, je kan er misschien nog iets mee doen. Ja, het is maar een gratis stikkel. Maar dat, ja, het feit dat je zoveel goodwill hebt, dat is heel goed. Ik heb in het jubileum magazine van jullie ook gezegd van ja, samenwerken met de Vrije Sliepen is eigenlijk meer dan een zakelijke transactie. En dat, ja, dat is voor mij wel zeg maar de kern waar het om gaat. Ik ben niet of ik nog alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ga ik even naar. Nou ja, wat ik denk ik goed vind is om te zeggen van ja, we hebben natuurlijk alleen maar pluspunten genoemd. Ja, er moet een soort jubileum ook ruimte zijn voor enige kritiekpunten. En maatschappelijke verantwoord ondernemen hebben we al genoemd. Duurzaam bouwen is langsgekomen. Jullie zijn onderdeel van onze samenleving, jullie leveren kwaliteit, jullie hebben schitterende projecten in Tiel. Maar ik ben onlangs nog eens even om te controleren, ik denk, ja, ik weet niet of ik wel gelijk heb, langs de Morsestraat gereden. En daar ontbreekt wel iets, en dat is de flipje vlag, die heb ik bij me. Want ja, als Tiels bedrijf gaan we natuurlijk wel vanuit. Die mogen we uitpakken. Dat je ook een flipje vlag. Dank je wel, Hans. Uiteraard zullen we ophangen op ons eigen pand wat we nu aan het renoveren zijn. En als jij belooft dat de reclamebelasting niet omhoog gaat. Ja.
samenwerken is meer dan een zakelijke transactie. Dat blijft wel een zakelijke transactie. Wat ik ook nog heel leuk vond om te vertellen, dat klinkt heel raar dat ik dat nou zeg dat dat leuk is, maar omdat jullie zo lang bestaan, worden ook weer gebouwen van jullie afgebroken. Dat heeft niet te maken met de kwaliteit. Ik sprong met Klaas Beuteren te praten en die ziet dat natuurlijk ook. Die heeft ook een hele rijke geschiedenis van Tiel, allerlei projecten mogen neerzetten. En dit is wel aardig, is ook een boekje van ondernemingen in Tiel en daar staat een mooi verhaal in. Dat lees je ook terug, de Betuwefabriek bijvoorbeeld staat bijvoorbeeld van, maar ook het Andreas ziekenhuis, daar staat een mooi verhaal in, dat de Vree mensen trakteerde rondom de bouw van het Andreas ziekenhuis. Nou ja, inmiddels is het natuurlijk al het ziekenhuis al heel lang weg. Dat heeft niet te maken met de kwaliteit van jullie leven, maar juist met de ontwikkeling van Tiel, waarin sommige dingen ook weer verdwijnen en weer mooie nieuwe dingen aan toegevoegd worden. Ga daar vooral mee door. Ik heb ook nog een cadeautje bij me. Wij zijn natuurlijk altijd heel eigenwijs als gemeentebestuur, dus hospice vinden wij ook heel belangrijk, liever les. Maar we hebben toch nog een gemeentecadeautje mee te nemen. Lieve jullie, het is breekbaar. Zal ik nou vast? Dus laat hem niet vallen. Het is wel netjes om hem uit te pakken. Met het relief van Tiel erin gegraveerd door Guusje Kaak, zeg maar. Oh. Ja? Dan zijn jullie nog niet helemaal van mij af. Er was mij verteld dat ik heel kort mocht spreken, maar ja, als je burgemeester eenmaal op het podium zet, dan is je niet meer van af te slaan. Jullie bedrijf is een heel belangrijke ambassadeur van onze gemeente Tiel. Jij woont in Tiel, jij niet, maar wel in de directe omgeving. En Tiel zie ik ook maar even als Tiel en omgeving, van de mensen die hier niet vandaan komen. En jullie als directieleden, maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie personeel, zijn ook ambassadeurs van Tiel. Wat ik ook mooi vind, is dat jullie ook heel veel particuliere projecten, die blijven eigenlijk nu nog een beetje onderbelicht vanavond, maar jullie doen ook heel veel projecten gewoon voor particulieren. Dat is ook best bijzonder, want er zijn ook bedrijven die zeggen, nou, we doen alleen nog maar leuke grote projecten. Maar daar zijn jullie ook heel goed in. Nou, als ambassadeurs van Tiel hoort daar natuurlijk iets bij, namelijk het flipjespeeltje. Neem een voorbeeld aan het bedrijf dat nog ouder is dan jullie, Franklin Beidenstein, die het flipjespeeltje ook op heeft. Ik heb het even gecontroleerd, dus ik kom tegenkomen, kijken of het even op heeft. Dit is het flipjespeeltje, die wil ik jullie graag overhandigen. Je moet gelijk ook opspelden. Ga je dat doen? Of gaan jullie bij elkaar opspelden? Kom maar. Zodat dat is ook wel leuk. Ja. Alsjeblieft. Nogmaals, van harte plezier. Podium af laten gaan. En we willen nog wel even vragen om met ons nog even een handeling te verrichten. Wat is daar namelijk aan de hand? We hebben vandaag Theater van de Bouw. We hadden het wellicht al door. En dat moeten we feestelijk beginnen. En we willen vragen of jij daar een startschot voor wil geven. We doen even een countdown. En dames en heren, geniet u daarna van het Theater van de Bouw. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Boys and girls, let the prom ball begin. Oh,
even de show kijken? Nou, nee. Kijk allemaal even onder je stoel. Als het goed is, liggen daar instrumenten. Maar ja, onder je stoel. Spannend. Niet bij iedereen liggen instrumenten, bij sommigen niet. Maar die hebben heel hard nodig om mee te klappen. Yeah! Oké, jongens. Hebben jullie het gevonden? Promotie allemaal. Laat jullie even horen of jullie het hebben gevonden. Waarschijnlijk hebben jullie allemaal deze. Aan de rechterkant allemaal de shaker. En voor de mensen die geen instrument hebben, die gaan klappen. Jullie zijn de motor achter de hele verhaal zo meteen. We beginnen eerst met het klappen, jongens. Daar komt ie. Mensen die geen instrument hebben, lekker meeklappen. Dit is tempo. Ja. En die klappers. Oké. Dat zijn de klappers. Nu aan deze kant. Met het staartje en het stokje. Soms klap jij het tempo. Let op jongens, dit is jullie klappers. Allee. Komt in. Ja, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Oké, okay, dankjewel. Sjoerds heeft de shaker. Wat ga je doen, Sjoerds? Ik ga shaken. Ja? Klappers. Klap maar mee. Yeah. Ja, heel goed. Oké, okay, de klappers gaan door. De shaker gaan door. En de stokjes komen erbij. Dan komt die hoort. Er komt één opdracht bij. We gaan het namelijk zachter doen. Als ik zo doe, gaan we zachter. En dan zo gaan we harder. Gaan we door. Volg je, hè? Oké, gaan we door. En het allerlaatste, dat is misschien wel het moeilijkste. We gaan het stil.
Schipper bedankt u voor uw komst naar Theater van de Bouw. Graag nodigen we u uit in de foyer voor onze receptie.